Helemaal leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Fire Kanoe. En ik speel je vandaag Search and Destroy op de map Mirage. Zoals je ziet is de map al eventjes bezig. Ik join toevallig dit potje in wanneer we al 2-0 achter stonden. En dan zei ik tegen een vriend van mij, VitoNL, ja, dit moeten we gewoon even winnen. Het zijn stel noobies. Dus we gaan ervoor. Ik speel je met de Fall, met Target Finder. En ik heb ook zo'n emblem. En heel veel mensen beginnen met zwaar hard op de flip trippen. Ik heb 500 kills met de Target Finder. En dat komt eigenlijk alleen maar door de Fall. Want de Fall met een Target Finder is op de een of andere manier super, super sexy. Want de Fall heb je maar 2-3 kogels nodig om te killen. En ook zo'n Target Finder erop. Dan ben je helemaal de lul als je in de aim komt van het awesome wapen. Ik speel hier dus met de Target Finder, Force Grip. Ik speel als secondary de Dual Wield B23R. Oftewel die pistols waarmee je burstfire kan schieten. Zwaar overpowered, by the way. En ik speel met de perks Lightweight, Toughness, Dead Silence. Gecombineerd met Extreme Conditioning. En ik gebruik natuurlijk perk 3 Greed om dit mogelijk te kunnen maken. Ik gebruik geen granaten en ik gebruik ook geen flashbangs en shit. Ik heb nu wel mijn klas iets aangepast, want ik heb een permanent unlock token gestopt in de perk Awareness. Die echt zwaar chill is voor Search and Destroy, want je kan mensen echt weer een beetje sound horen. Helemaal als je een headset hebt, een Astro, Turtle, Bitch, whatever. Scheelt dat ook gewoon verschrikkelijk veel. En mensen zonder Dead Silence zijn gewoon helemaal de lul, want die wil je echt aan de andere kant van de map lopen. Hier gebeurt iets heel raars. Ik ben niet helderziend of zo, maar een vriend van mij zat ik mee in een private chat. Want je weet hoe het meestal is op Xbox Live, in de game chat, S&D. Alleen maar van die kinderen. Nee, dat ze de schreeuwen, schelden, weet ik wat allemaal. Dus wij dachten, we gaan even een private chat in. En ik hoorde hem in één keer roepen, achter je! Dus toen draaide ik me in één keer om en toen schoot die vent dood. Dus ik heb geen ogen in mijn achterhoofd. Dat was gewoon heel vies. Nu ik het toch over heb, kom ik gelijk eigenlijk bij een onderwerp aan waar... nou, dat krijg ik wel leuk lijkt om over te hebben. Wanneer bijvoorbeeld Call of Duty 4 uitkwam, toen was er nog helemaal geen partychat. Het was nog het oude Xbox Live dashboard. Partychat bestond allemaal nog niet. Op een gegeven moment kwam dus de partychat uit. En toen zat iedereen bij Search and Destroy in de partychat. En dat was eigenlijk het moment dat Call of Duty 4 Search and Destroy een beetje verneukt werd. Dat je altijd van die mensen die in third person mode achter iemand zat te spectaten. En op die manier ging gewoon dus de hele game naar de kloten. Maar gelukkig kwamen ze in Modern Warfare 2 aan. Volgens mij in Call of Duty World War was dat ook hetzelfde probleem. Toen kwamen ze in Modern Warfare 2 aan. En toen hadden ze een super update. Namelijk, je kon niet meer in party chat praten in Search and Destroy. En dan heb ik eigenlijk een vraagje. Wat is jullie mening daarover? Search and Destroy, party chat, ja of nee? Persoonlijk vind ik eigenlijk party chat, als het dat het weer aan wordt gegooid, zou me fijn lijken. Eindelijk niet meer de geblaar van al die kits en geschreeuw en gehoorbeschadiging die je ervan krijgt. Het nadeel is dat je weer veel van die cheaters krijgt. En ik denk dat ze gewoon third person spectating uit moeten zetten. En ik denk dat dan ook het meeste wel opgelost is. Een ander onderwerp waar ik het in deze video over wil hebben, gaat over een community channel die op dit moment wordt opgericht. Namelijk FPS NLD. Dat is een Nederlands Call of Duty kanaal. Nou ja, eigenlijk Call of Duty, alle FPS games worden daarop geüpload. Het stamt eigenlijk af een beetje van het FIFA NLD. Ik weet niet of je dat toevallig kennen. Maar dat is vooral met FIFA games. Staat voor zich FIFA NLD. En toen kwam er uiteindelijk iemand genaamd De Jong of Mark. Of misschien kennen jullie hem van Chaos TV Dutch. Die kwam met het idee samen met Verkuta om een FPS kanaal op te starten. Dus alle first person shooters en awesome shit. Met dat kanaal gaan we volgende week beginnen. Met een aantal coole YouTubers. Met de Mr. Fish. Met Verkuta, met Bagging, on PC, ik weet niet of je hem kent, is echt een coole gast. Even kijken, met nog een aantal FIFA commentators. Paradoxia AD, Rules of zo, weet ik veel, die vent. Ja, dus dat wordt zeker weten gezellig. We gaan er veel video's op uploaden, een aantal video's per week. Ik ga daar zelf ook video's op uploaden. Dus daarom vraag ik jullie gelijk even om dat kanaal te checken. Wij zoeken ook nog directors. Ik zet in de description een link neer hoe je director kan worden voor FPS NLD. En daar gaan we nog een hele leuke, heel leuk kanaal van maken. Er worden ook giveaways op gedaan. Het is onderdeel van het Chaos TV Network. Dus er worden natuurlijk ook dingen leuk geregeld via uit Chaos TV. Dus dat is ook verschrikkelijk tof. En er komt gelijk wel weer een soort van giveaway aan. Maar daar hou ik nog even mijn mond over. Op mijn kanaal ga ik er niks over zeggen. Maar dat komt gelijk op FPS NLD. Het heeft met zo'n spel te maken. En daar heb ik een aantal beta keys voor. En die gaan we weggeven op dat kanaal. Ja.
Dus dat was echt verschrikkelijk tof. En ik zat gisteren dus ook te spelen met die paar mensen van FPS NLD. Of in ieder geval de mensen die meehelpen met het oprichten ervan. En dat was Paradoxia. Dat is eigenlijk een FIFA-gozer. En Heerle Ruls, als ik het nou wel fatsoenlijk uitspreek. En daar zat ik gisteren gewoon Call of Duty mee te spelen. Mensen die FIFA spelen, spelen ze ook af en toe Call of Duty. En dat was verschrikkelijk grappig. We hadden namelijk mensen tegen ons. Natuurlijk weer trickshotters. Op zich, jongens, ik heb niet zoveel tegen trickshotters. Niet dat jullie weer denken van, gaat niet weer over trickshotters. Trickshotters, doe je ding, maar we zorgen wel voor dat de game gewonnen wordt. Of dat het objective wordt gepakt. En hier werd ik heel boos. Ik zie daar iemand. En ik word in mijn rug geschoten. Ik wilde eigenlijk een hele mooie gameplay halen van 15-0 of zo. En dan wordt het verpest door iemand die met een sniper in je anus schiet. Echt, ik kan er zo slecht tegen als iemand in je rug komt. Terwijl ik helemaal gefocust was op die vent die daar eigenlijk net achter het busje sprong. Maar hier was ik dus heel boos. En toen was ik echt op het punt van, ja, ik gebruik deze gameplay meer niet meer. Maar ik gebruik hem dus toch, dus ja. Dus ik was met hun aan het spelen. Even weer terug naar het onderwerp. Ik dwaal weer helemaal af over anus en kogels en weet ik wat allemaal. Maar ik was dus met hun Call of Duty aan het spelen. En toen kreeg ik weer van die trickshotters tegen ons. En wat echt een super goede tip is, kwamen we dus achter, of in ieder geval hadden ze verteld. Als jij dus trickshotters in het andere team hebt, hè. Die allemaal zo'n clan tag hebben als 9K of weet ik veel, vage clan tags. Neem gewoon die clan tag letterlijk over. Waarom? Als zij jou dan een mooie trickshot schieten, dan staat jouw clan tag in jouw, staat die clan tag van hun in jouw clan tag. En als ze het dan zouden uploaden voor een of ander wannabe super kanaal, dan zijn ze in één keer fake. Waarom? Het zou een setup zijn, want ik heb dezelfde clan tag, dus ik hoor bij hun bla bla. Dus het is een manier om ervoor te zorgen dat trickshotters niet meer gaan trickshotten. Waardoor als trickshotters dus in één keer niet meer trickshotten, pakken ze allemaal Riot Shield en dan gaan ze met RPG spelen en C4's. Maar that's it, dan lief je gewoon even de game en dan zoek je nieuwe. Maar dat vond ik eigenlijk wel even grappig om nog te delen, wat wel ideaal is. Zelf ga ik ook meer snipen. En dan niet per se in de trickshot stijl. Want dat rondjes draaien en iemand niet raken, daar heb ik niet iets mee. Ik zou vast wel eens een keer een 360 doen, maar dan moet ik wel heel zeker van mezelf zijn. Maar dat ben ik momenteel nog niet. Ik weet niet, Call of Duty Black Ops 2, ik vind nog steeds wel een awesome game. Ik vind het alleen jammer dat bijna alles om connectie draait. En ik heb in COD 4 heb ik verschrikkelijk veel gesniperd. Daar was ik goed met snipen. In alle andere Call of Duty's ben ik eigenlijk een beetje ingekakt. Ik wilde competitief gaan spelen, maar dat heb ik allemaal niet opgepakt op die andere games, bla bla. Dus ik heb eigenlijk nooit echt met een sniper gespeeld. Ik heb eigenlijk alleen maar zitten afzeiken. En nu heb ik wel weer het moment van, hey, ik ga wel eens meer snipen. Ik probeer er ook wel eens gameplays mee te halen. Ik heb wel eens gameplays, maar die vind ik dan niet waard om te uploaden. Want ik ben nogal een hardscoper momenteel. Maar misschien voor de feeds en zo. Wie weet, Fireco gaat ook binnenkort beginnen met YouTube gebeuren. En we hebben natuurlijk heel veel Fireco mensen. We hebben natuurlijk een x-aantal YouTubers. En hier jongens, kijk wat ik doe. Gameplay 12 om 1. Please reconnect controller. Je hoort een vriend van mij hoor zeggen, het is toch eigenlijk wel goede gameplay. En ik zat alleen maar te schelden omdat ik dood was gegaan dus door die sniper die in mijn rug schoot. Dat ik hier net niet die kill kreeg voor mijn 13 om 1. Waardoor ik dus mijn controller de lucht gooide en toen was die uitgevallen. Tja, mijn commentary zit weer op. Hartstikke bedankt voor het kijken. Aan de linkerkant kan je een video vinden waar ik eigenlijk Activision de hemel in prijs. Omdat ze me hebben geholpen met een heel raar probleem die ik had na de laatste update. En aan de rechterkant kan je een video vinden van mij met een interview samen met Fireco Desus. Dat is een van de managers. En die vertelt eigenlijk van alles en nog wat over Fireco. Dat jullie misschien nog moeten weten wat ooit handig is als je Fireco wilt joinen. Dus check een van die twee video's. Klik er dan nu maar één aan. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer maar weer. En laters.